Konnichiwa. Welkom Hermanos en Hermanas. Oké, wat betekent dat? What the fuck? Acid, welke pillen heb je geslikt? Dat betekent dus broers en zussen in het Spaans. Wow. Iedereen zegt altijd dames en heren, jongens en meisjes. Vanaf nu zijn jullie mijn Hermanas en mijn Hermanos. Eigenlijk slaat het echt nergens op. Maar dan, fuck dat. Vanavond doe ik ook een livestream op Twitch om 8 uur. Kom daar zeker heen. Ja, oké. Oké, we gaan er gewoon aan beginnen. Dit is, by the way, het nieuwe 20 euro briefje. Het is nieuw en het is 20 euro. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Normaal ben ik altijd blij. Vandaag doen we wat ik al een maand uitstel. En ik stel het uit omdat ik er geen zin in heb. Maar ik doe het nu toch. En ik kak letterlijk in mijn broek. Wat we vandaag gaan doen is simpel. We gaan Sad Satan spelen. De mensen die niet weten wat Sad Satan is. Illegaal horrorspel. Het is geband in de meeste landen. Inclusief België. Hoe ik eraan ben gekomen. Het gedownload. Op de deep web. Er zijn heel veel fake versies die online staan. Waar alles eruit is gehaald. En deze niet. Jullie kunnen je verwachten aan een horrorspel die illegaal is. En blijkbaar ga ik heel veel moeten wegblurren. Omdat er heel veel dingen in komen die niet op YouTube mogen. Dus de maker van dit spel zit in de gevangenis ofzo. Let's go. What the fuck? How to play. Nice. Sick. Ja, single player. Let's go. Wat doe ik? Ik weet zelf niet wat ik doe. A few moments later. Waar ben ik al begonnen? Ik speel niet eens graag horror games. Oké, je kan het spel ook niet op pauze zetten. Zij die sterven gaan groeten nu. God sta me bij in deze moeilijke tijd. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Let's go. Wat is daar? What the fuck is dit? Het spel ziet er heel normaal uit. Ik heb geen zin in enge dingen. Het spel ziet er normaal uit. Open de deur. Oké, het spel ziet er fucking lelijk uit. Ik weet niet wat ik me hier aan moet verwachten. Het spel ziet er normaal uit. Het is een leuk spel. Maar wat jullie ook moeten weten, op de downloadlink stond er dat op eigen risico was dat je het moest spelen. We staan nu dus in de gang. Iedereen zal altijd niet achter je kijken in horror games. Ik doe het toch. Het is ook een gang. Er is niks speciaal in deze gang. Ik wandel gewoon weer verder. De gang loopt dood, denk ik. Ik ga gewoon doorwandelen. Het ziet er gewoon leuk uit. Oké, een nieuwe deur. Yes! Doe hem open. Let's go. Yes! Weer al een gang. Hallo? Iemand hier? Ik hoorde niks hoor, maar... Kijk, mooie textures. Wauw. Stomme kutspel! Dus, we lopen nu in een gang. Oh my god, nee. Poep, poep! Links of rechts? Wat willen jullie? Oké, jullie willen links? Dan gaan we naar links. Op een schaal van 1 tot 10 heb ik 0 zin in dit spel. Dus... Ah! Er gebeurde niks hoor. Ik schreeuwde gewoon als een baby. What the fuck? Mama. Oh, mama. Oh. Dus, ik ben niet zo goed in horror games. Ik speel ze ook bijna nooit. What the fuck zijn die geluiden? Alsjeblieft. What the fuck? Wie maakt er dit spel? Dus, ik zou zeggen, ik ga de downloadlink in de beschrijving zetten. Maar dat willen jullie niet. Wat is het nut van dit spel? Wat moet ik doen? Dus... Dus, in de tutorial van dit spel stond er een foto van een meneer die dood op de grond lag. Ik ga gewoon doorlopen in deze gang. Ik hoor nu een babyliedje. Awesome, oké. Mama. Ah, what the fuck? What the fuck? Waarom? Waarom zou je dat doen? Oké, het is ineens weg. Ah, dus ik kan jullie nog iets vertellen over mijn leven. Ik speel... Keep going, what? Keep going, what? Ik snap dat jullie dat ook niet leuk vinden om naar te kijken. Of misschien een paar wel. En ik zie niks en het is gewoon een raar spel. Maar ik ga gewoon doorlopen en het spel is geband. In volledig Amerika, in de meeste landen van Europa, er is een deur. De deur is op slot. Waarom zetten ze een gesloten deur hier? Oké, dan. Mag allemaal, ik bedoel. Gaat dit spel. Ah, what the fuck? Dat was dus gewoon weer een foto van een meneer die dood op de grond lag. Helemaal in het hoofd en zo. Oké, we gaan gewoon door deze deur lopen. Ja, sfeer. Deze deur is open. Let's go. Geen idee wat dat is. We gaan gewoon door. What the... You picked up a key. We hebben de sleutel. Moet ik mij nu omdraaien? Gaat er iets achter me staan? Ja, sowieso. Het is overduidelijk dat er nu iets achter mij gaat staan. Stom kutspel. Er stond toch niks achter me. Wat een wonder. Oké, nu moeten we teruglopen. Naar die andere deur. Let's go. Ik haat het leven. Het leven is kut. Dit spel is kut. Mijn leven kan niet erger. Kom op, gooi maar weer een foto in mijn beeld. Doe het maar. Gooi het er nu in. Doe het nu. Kom op, doe het gewoon. I don't fucking care. Doe het gewoon. Oh, ik haat dit spel. Nu kunnen we die deur wel open doen. Dames en heren. Prettig kerstmis. Dus, we gaan nu door deze deur.
We zijn door die deur die daar net op slot was. En ik hoop dat er nu... Ik kijk... Ah, what the fuck? Het is een random Chinees die ineens in mijn beeld stond. Hallo, ik ben Nathan. What the fuck, oh. Nothing wrong with it. You haven't broken any laws, have you? None whatsoever. Ik ben Don. Ik heb hier geen zin meer in. What the fuck, ja, oké. Dit spel is gewoon fucking random. Het slaat helemaal nergens op. De muziek slaat ook helemaal nergens op. What the fuck? Ja, ik ben Don. Stop maar. Credits. Ja, nee, ik ben dood. Ik heb net een beetje research gedaan en eigenlijk is het echt niet grappig. Maar blijkbaar zijn de game sounds en de noises en zo mensen die vermoord worden. Oké. Okay. Ik vond het principe wel cool van een spel die verboden was. Van het spel word je ook gewoon helemaal gek in je hoofd hoor. Het is de combinatie van die kleurloze shit, die rare achtergrondgeluidjes en random foto's die heel tijd in beeld komen. Ik denk dat ik even ga gaan slapen. Dames en heren, vond je het nu een leuke video? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace en ik zeg dit is fucked up. Ja. Hallo.